Als ik deze zaak vandaag niet zou doen, is de kans heel groot dat deze man nog gewoon veel langer in de gevangenis moet blijven zitten. En dus is advocaat Westendorp vanochtend gewoon nog even aan het werk. Er zijn nu eenmaal zaken die niet kunnen blijven liggen vanwege een staking. Jongens, we gaan! Om het protest toch duidelijk te maken, gaan alle stakers van zijn kantoor met hem mee naar die ene zitting. Zoals u weet wordt er vandaag landelijk gestaakt door een paar honderd strafrechtadvocaten. De advocaten zijn boos omdat Teve de vergoeding vanuit de staat voor hen drastisch wil verlagen. Als verdachten zelf geen advocaat kunnen betalen, wordt dat door de staat gedaan. In ongeveer 80% van de zaken die een advocaat doet, wordt op die manier betaald. En die vergoeding voor advocaten wil Teve nu terugbrengen van 100 naar 70 euro per uur. Ja, we hebben nu een grens bereikt dat het de kostprijs eigenlijk niet meer dekt. De advocaat werkt immers niet alleen voor zichzelf, maar heeft ook nog een kantoor en personeel dat hij van dat uurloon moet betalen. En daarnaast kost het voorbereiden van een zaak nu eenmaal veel tijd. En als de tarieven sterk naar beneden gaan, ja, dan kan je als advocaat niet echt meer alle uren maken die je er eigenlijk in zou moeten steken. En dat gaat dus ten koste van de kwaliteit van de rechtsbijstand. Maar al die dure advocaten die we steeds op tv zien, die kunnen toch best met wat minder af? Dat je ook nog zelf de was moet doen, ja, kan verkeren. Als ik dat zo inschat, dan denk ik dat zij een gelukkige omstandigheid zijn. Dat zij veel betalende cliënten hebben. Maar zijn dat uitzonderingen dan? Ja, er zijn toch wel uitzonderingen. Ik denk dat van de strafrechtadvocaten er 90% toch echt overwegend zal moeten rondkomen van die gefinancierde rechtshulp. En dat is geen dik belegde boterham. En de verdachte van vanochtend, die is over een paar dagen weer vrij man.